De voorbeurse sporthal draait voor de ogen van menige judoka die in de interlandwedstrijd Nederland-West-Duitsland tegen de vlakte gaat. De Duitsers zijn in Lausanne Europees kampioen geworden. Dit weerhoudt Kordelaar niet om de Duitse Koemst in de halfzwaargewichtklasse door Vasa Ari te verslaan. Half middengewicht, de Duitse Egger tegen de Nederlander Mol. De Duitser zal de partij winnen. Een van de zes debutanten waarmee Nederland aantreedt is Piet Lagerwaard. Merkwaardig genoeg zijn ook de Duitsers met een verzwakte ploeg verschenen. De Nederlandse invallen maken intussen een uitstekende indruk. Wereldkampioen Wim Ruska schakelt Sperrer uit met een tiende beenworp. Beide teams winnen 10 partijen. De Nederlanders echter behalen meer punten en zij zegevieren met 77 tegen 60. De Koninklijke